Als je meer informatie wilt hebben, kun je volgens mij ook bellen. Ik zie een telefoonnummer staan, dus alle mogelijkheden zijn er. Ja hoor, we zijn niet moeilijk te vinden. Heel goed. Helen, bedankt in ieder geval voor de komst hier naartoe. Geen dank. En heel veel succes met alles wat je doet. En pak er gewoon weer een vijf jaar aan. Nou, kom een keer langzaam aan. Ja, ik ga zeker een keer langskomen. Ik heb er zoveel over gehoord, maar ik ben er nooit langs geweest. Dus nou, ik ga zeker langskomen. Dat zou ik zeker doen. Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel Helen. Goed. Oké, dan is het nu tijd voor de prijsvraag. De prijsvraag, want 23 april komt Greg Braden naar... wacht even. Ik heb nog trouwens een tasje voor je, Helen. Die mag je daar pakken. Dat is een cadeautje van Fontier. 23 april is Greg Braden in Maarsen, in Nederland. En, het is een... als je daar meer over wil weten, moet je dat gewoon eventjes gaan googlen. Greg Braden. En hij geeft een workshop en een lezing. De lezing is de 23e en de workshop de 24e. Het wordt georganiseerd door Bliss Events. En ik geef twee vrijkaarten weg voor de lezing. De vraag luidt als volgt. Greg Braden heeft een nieuw boek uitgebracht. Wat is de titel van dat boek? Dus wat is de titel van het boek? Je mag het in Engels of in het Nederlands doorgeven, maakt niet uit. Als je het antwoord weet, dan... ga je naar de website van Frontier Radio, www.frontierradio.nl, en daar staat een e-mailadres vermeld bij de prijsvraag. Daar mail je je antwoord op en tegen het eind van de uitzending zal ik de winnaar bekendmaken. Je krijgt dus twee kaartjes, dus je mag iemand meenemen, dus de winnaar krijgt twee kaartjes. Dat is even als huishoudelijke mededeling wat betreft de lezing van Greg Braden. En ik ga even kijken of Werner hier bereid is wat te spelen. En dat is hij, want hij loopt alweer naar de microfoon. In elke kroeg na middernacht zit een eenzame die snakt naar iemand warm en zacht. Iemand warm en zacht. En natuurlijk houdt hij hoop, want zonder hoop is hij slechts groot. Hoop en liefde. Slaat hij niet af, terwijl hij toch eigenlijk wacht op iemand voor iedere dag. Iemand voor iedere dag. En misschien ken ik jou al een jaar of tien. Misschien heb ik jou nog nooit gezien. En misschien ben jij blond, bruin of rood of heel gewoontjes of een echte stoot. En misschien ben jij rood, blond of bruin, iets te lang of veel te klein. Misschien ben jij bruin, rood of blond, veel te dun of als een ton zo rond. Zolang jouw ziel de mijne raakt, ben jij helemaal volmaakt. Dan ruim ik met liefde mijn rommel op. Misschien dat ik zelfs met roken stop. Een man alleen heeft echt geen weet. Nee, niets is meer aan hem besteed. Pas wanneer er iemand naast hem staat, is dit alles hem iets waard?
Ik geloof niet dat een man zonder liefde leven kan. Een mens hoort niet alleen. Een mens hoort niet alleen. Werner van de Vrede. Ik zal nog één keer de vraag herhalen. Van de prijsvraag. Twee kaarten kun je winnen van de lezing van Greg Braden. En de vraag luidt als volgt. Hoe heet zijn nieuwste boek? Je mag hem zowel in het Engels als in het Nederlands noemen. En je kan het antwoord mailen naar het mailadres dat vermeld staat op de website van frontierradio.nl. Goed, ik praat verder met Wim Keijnen. Wim, welkom. Hallo. Kom even wat dichter bij de microfoon. Oké. Als je wat meer over Wim Keijnen wilt weten, dan ga je naar de website www.wimkeijnen.com. Want jij had al een eerder boek uitgegeven, want we gaan het vandaag over leren omgaan met emoties, dat boek hebben. Maar handboek voor gevoelige mensen, ja. Daar wil ik toch nog iets meer over weten. Maar misschien eerst over jou. Okay. Want je doet dan een hypno- en gesprekstherapie en nog heel veel andere zaken. Mm-hmm. Hoe ben jij hierin verzeild geraakt? Wat was voor jou de reden om te denken van nou, misschien moet ik maar eens met mezelf bezig gaan en dan ook andere mensen helpen? Dat begon toen ik 14 was. Oh, dat is vroeg. Ja. Ik moest toen constateren dat ik angst had om winkels binnen te lopen en iets te vragen. Hé, maar je bent er nu wel. Ja. Ja. Ja, dat is wel geluk. Toch wel iets bereikt. Ja. En toen verzon ik al een of andere strategie om mezelf ermee te helpen. Ja. En toen ik 14 was, kreeg ik een vriendschap met iemand die twee keer zo oud was als ik. En die mij een stapel prana's gaf. Ik weet niet of het nog bestaat, ja, maar dat nog wel. Een tijdschrift, een beetje tijdschrift. En dat vond ik allemaal super boeiend. Dus dan las ik teksten van Krishnamurti en allerlei van dat soort mensen. Ja. En op een ogenblik las ik een boekje, De Liefde Ontleed. Dat was een behavioristisch boekje over liefde en verliefdheid. En ik vond het super boeiend. Ik had wel zoiets van, ik vind dat ze een hoop vergissingen maken. Maar ik was 16 toen en toen wist ik wat ik wilde. Toen wilde ik psychologie gaan studeren. En op dat pad ben ik eigenlijk ook wel bezig gebleven. Ja, dus je bent ook daadwerkelijk psychologie gaan studeren? Ja, ja, ik heb het niet afgemaakt. Maar ik heb wel 5 jaar lang geprobeerd. In ieder geval je best gedaan. Maar goed, wat was de reden dat je daar dan uiteindelijk mee stopte? Ja, dat studeren dat was best lastig. Ik pikte heel veel emoties, heel veel spanningen van mensen op, terwijl ik studeerde in de studie. En toen, daardoor werd ik een beetje gedwongen om de intuïtieve ontwikkeling te ontdekken. Mm-hmm. Om voor mijn aura te leren zorgen en dat schoon te leren houden. En dat botste verschrikkelijk met de psychologie-studie. In die tijd ging ik mensen al therapie geven. Ik noemde dat auratherapie, waar ik een combinatie maakte tussen het intuïtieve en wat ik in mijn studie leerde eigenlijk. Een goede therapiegesprek. En ik gaf toen intuïtieve ontwikkeling cursussen. Nou ja, en dan in mijn studie moest ik me bezighouden met psychologische testen. Met een validiteit van, ik weet niet meer, heel weinig procenten. Ik zal niet zeggen, ik denk 5, maar het zou ergens al niet zijn geweest. Maar, en dan ondertussen leerde ik zelf aura's lezen. Met een gigantisch hoge validiteit. Want als je een aura leest, dan zeg je wat je tegenkomt. Die zegt van, nou, als je het niet herkent, dan is het niet waar hoor. En ja, mensen herkennen zo vaak wat je dan zegt. Dus, het was dus aan de ene kant zat je dus vanuit die opleiding, vanuit die studie psychologie, zeg maar. Had je het 95% mis, bij wijze van spreken. En bij de aura's was het net andersom. Zo ongeveer, ja. Maar hoe lees je dan aura? Je ziet aura's is het intuïtief? Of je krijgt het in één keer zo, je weet het in één keer? Hoe werkt dat nou? Het visueel is met de jaren wel gegroeid. Maar ik voel vooral aan hoe het zit. Ja. En het in één keer weten zit er ook wel in. Ja. En ik ben eigenlijk nooit echt aura-lezer geworden, want dat zag ik niet zo zitten. Als mensen mij vertelden over dat hun aura gelezen was, dan hoorde ik eigenlijk zelden dat ze daaruit gegroeid waren. Dus dat heeft mij nooit zo geboeid om dat te doen. Daarom maakte ik ook die combinatie van een beetje lezen en gewoon een beetje therapie.